Welkom bij het gk Arsenaal van 25 oktober 2022 en we beginnen met de game die pak een beet één, twee, ruim twee weken van ons vandaan is en dat is natuurlijk God of War Ragnarok. Jezus, wat heb ik zin om die game te spelen. Ik denk dat het een van de vetste games van het jaar gaat worden. Ik, ik ben heel benieuwd als je naar de eindejaarslijst gaat kijken... of dan Elden Ring versus God of War Ragnarok. Daar zal het een beetje tussen gaan spannen, tussen die twee titels. In ieder geval deze game, 9 november, kan iedereen ermee aan de slag. Maar opgelet, 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 opgelet. opgelet want het internet heeft altijd ook vervelende kanten. En een van die vervelende kanten is dat je er spoilers kunt vinden. En wat is er nu aan de hand? Um, een aantal journalisten hebben de game al een aantal dagen in bezit om te spelen. Nou, wij niet. Uh, ik ga niet precies uitleggen waarom wel, waarom niet, maar wij hebben hem niet. Wij doen dat gewoon net, net als altijd gewoon op de release-datum. Tof dat die journalisten het hebben, want hey, dat laat ook zien dat Sony ballen heeft en zoiets heeft van mijn game is fucking breed. Ik kan hem nu al aan uh, journalisten gaan geven. Er zijn ook al wat previews geweest. Mensen mochten al over de eerste uren wat zeggen. Nou, daar heb je al, als je dat hebt gezien, heb je al kunnen lezen dat. Eigenlijk unaniem zeiden van het is net zo vet als het vorige deel, misschien nog wel beter. Dus ook dat had ik eigenlijk ook helemaal geen twijfel aan. Dat gaat helemaal goed komen. Eén probleem: een van die journalisten, een van die knakkers die allemaal een dikke NDA hebben ondertekend, die heeft gewoon spoilers online gezet. Die heeft gewoon waarschijnlijk onder een alias, uh, heeft die online verteld hoe het verhaal is, wat er gaat gebeuren, et cetera, et cetera. Nou, ik heb die spoilers niet gezien. Uh, de reden dat ik het nu even noem is uh, dat je dus gewoon moet oppassen dat dit kan gaan gebeuren. Het is een verhalende game. Alles draait om het verhaal. Dus het is absoluut. Belachelijk dat een collega van ons dat dan gewoon online zet. Ik weet niet wat hij daar in hemelsnaam of, of een zij mee heeft uh, willen bereiken. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat hij half dronken was en op een feestje heeft verteld waar die game over gaat. En dat die jongen of vrouw het online heeft gezet. Anyway, spoilers online. Uh, het schijnt allemaal eigenlijk wel te kloppen hebben. Meerdere mensen aangegeven die hem ook hebben gespeeld. Dus pas op, want. Dat kan zomaar gebeuren en dan heb je uh, de boel goed verneukt. Vandaar, wij doen hem gewoon één of twee dagen na release heb je de review. Want dan kun je ook gewoon uh, spoilervrij erin gaan. En ik weet het zeker al, de mensen die God of War Ragnarok willen spelen... die hebben hem dan al in bezit en waarschijnlijk ook al gespeeld. Goed, goed nieuws. Laten we gewoon ook even wat leuk nieuws uh, brengen. En dat is leuk nieuws van Bethesda, want Bethesda heeft aangegeven dat Fallout 4 volgend jaar ook op de Next Gen consoles te spelen is, want er komt namelijk een echte Next Gen update voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. Uh, het is acht jaar na de release van Fallout 4. Uh, performance mode voor een meer first-person shooter actie, uh, quality mode voor uh, 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 4K graphics, bug fixes etcetera etcetera. En wat is nu het mooie? Het is Gratis. Gratis voor iedereen. Voor de PlayStation-bezitters en voor de Xbox-bezitters. Ik weet niet of dat origineel het plan is. Ik denk het wel. Want Microsoft heeft altijd gewoon hun, uh, hun Next Gen-updates gratis uh, uh, gegeven. Men heeft altijd gezegd: als jij een game hebt gekocht op de Xbox One. en we, uh, er komt een Next Gen-update naar de Xbox Series. S Of X, uh, dan hoef je daar niet nog een keer voor betalen. Nou, je weet het allemaal. Hey, don't shoot the messenger. Uh, PlayStation staat er anders in. Soms doen ze het wel, uh, maar vaak ook niet. En dan moet je er 10 dollar voor betalen, of je moet een hele nieuwe game kopen. Weet ik allemaal wat. Uh, hey, ik, ik, ik durf bijna al eens meer een mening te geven. Dat is aan jullie. Maar het hele verhaal dat, uh, dat Microsoft, en ik denk dat het daar ook een beetje door ingestoken is. En je weet het wel, dat hele gedoe rond Activision Blizzard, dat Microsoft zijn. Eigen games, alleen maar behoud voor de mensen die een Game Pass hebben, of een Xbox of een PC. Is dus wat dat betreft hier dan in dit geval bullshit. Want ook de PlayStation 5 bezitters kunnen gratis genieten van deze update. En PR Wise is dat natuurlijk gewoon een hele sterke move. Uh, wanneer die uitkomt, deze Next gen update, dat is niet bekend. Het zal waarschijnlijk wel gewoon ergens. 2023 worden. Ik heb hier wel zin aan. Ik vond dit een fucking wrede game. Dus wie uh, weet uh, dat ik hem dan nog een keer ga spelen. Dan. Vorige week. verschenen er allerlei details. rond de game Star Wars Eclipse. Daar is geen beeld van. Dus je zult het even met mij moeten doen. Uh, het is een game van Quantic Dream. Het is een Star Wars game. Uh, niet een typische Quantic Dreams game, maar meer richting de RPG, actie, etcetera, etcetera. En uh, daar waren allerlei uh, ja, informatie over. En de belangrijkste informatie was dat er een nieuw ras aan het Star Wars-universum werd toegevoegd die nog niet in eerdere Star Wars-producties te zien was geweest. En dat is altijd wel een dingetje binnen de Star Wars-community. Het zou gaan om de mensachtige Saran. En uh, dit ras is politiek en militair gezien behoorlijk agressief. Dus dat is best wel een beetje van deze tijd. Uh, en er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Ze zijn allebei even sterk. En als ze dan samen een koppel voeren, vormen, dus ze gaan samen uh, seks hebben en, 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 en huwelijk aan, dan vormen, vormen ze eigenlijk één entiteit: één bestuurlijke entiteit met één mening. En uh, het verhaal draait dan om uh, twee van die uh, uh, hoofdpersonen, van die Saraan, Sarah en Xendo. En uh, Sarah die is nogal violent. Die gelooft in onderdrukking en tyrannie. En uh, Xendo is een beetje softer. En uh, ja, die hebben ja, ze moeten dus één entiteit gaan vormen. Dat is een dingetje. Nou, daar zal die game dan een beetje om gaan. En nu zeggen geruchten. En nogmaals, ik weet niet of het waar is, maar ik vind het wel een hele leuke. Inside, uh, Insider Gamer heeft dit gebracht. Uh, dat Quantic, Quantic Dreams dit expres gelekt heeft. En waarom hebben ze dit gelekt? Ten eerste omdat ze wilden weten of het toevoegen van een nieuw ras binnen het Star Wars-universum. of dat een beetje goed viel bij de fans. Nou, dat hebben ze nu gedaan. En ten tweede omdat Quantic Dreams als een gek op zoek is naar personeel. En, uh, de, uh, ja, dan zou je zeggen: wat heeft dat ermee te maken? Nou, dat heeft ermee te maken. Ze moeten die game natuurlijk afmaken. En Quantic Dreams is in het nieuws geweest de laatste tijd. Als een bedrijf waar behoorlijk toxic tekeer is gegaan. En, uh, ja, niet zoveel mensen willen daar meer werken. Uh, dat snap ik dan ook wel weer. Uh, developers zijn overal nodig, zijn overal goed gevraagd. Dus mensen die gewoon echt heel erg goed zijn, kunnen overal terecht. En dan ga je niet bij een bedrijf die op dit moment behoorlijk onder vuur ligt. Dus twee problemen die ze. <tus> Proberen te tackelen met, uh, met dit mogelijke lekgedrag. Kan dit verhaal kloppen? Ik, ik weet het niet zeker. Maar het bewust lekken van informatie is natuurlijk niet alleen van de politiek. Uh, maar is absoluut ook een gemeengoed in de gamesindustrie. Niet altijd. Ik geloof echt niet dat Rockstar. Dat gewoon eventjes uh, 3 gig aan GTA 6 materiaal heeft gelekt. Uh, maar af en toe is het inderdaad handig. om middels een lek. Uh, ja, een bepaalde hype te creëren. Rond, rond jouw game. Of even inderdaad zoals deze. Um, uit te, 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 te vinden of iets goed landt. Want stel nou. Ik heb het niet echt gevolgd. maar stel nou dat de meerderheid van de, uh, de, de comments. Um, uit te, maken, uit te maken negatief is, dan kan Quantic Dreams in dat geval altijd zeggen. Uh, ja, het was een lek. En je ziet al, uh, uh, het is fake nieuws. Want dat ras dat, dat bestaat helemaal niet. Dat, daar hebben we inderdaad wel wat dingen mee gedaan. Maar uiteindelijk hebben wij toch besloten, uh, en dat was al ver voor de comments, dat we niet met dat ras verder gingen. Dus stapje, je, je kan daarmee gewoon eigenlijk even uh, uh, ja, je voelspieten uitzetten binnen de community. Dus het zou zomaar. Kunnen. Um, eindigen we tenslotte met nog wat nieuws over. En uh, deze vind ik wel, uh, vind ik wel leuk. Um, we gaan even kijken naar de, uh, de trailer van um, Silent Hill Townfall. Nou, die trailer hebben we gezien. En nu gaat het verhaal. We gaan hem gewoon helemaal kijken. En dan zal ik precies zeggen om welk moment het gaat. Die moet wel even scherp blijven, want anders ga je het geheid missen. Maar het verhaal gaat dat in deze trailer die. Fucking vaag is, want je hoort eigenlijk alleen maar een soort van opneemmachientje, een recorder. Uh, oh ja, er zit ook nog een stuk beeld bij. En je, ja, met, 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 met iemand die wat vertelt over wat goed en wat fout is gegaan, et cetera, et cetera. Dat is alles wat je ziet. En dan moet je voornamelijk letten op dat beeld. En het is nu nog niet zo ver, maar het begint zo ongeveer rond een minuut. Dus het gaat nu zo langzaam wat komen. En dan komt er op een gegeven moment. Eh, even kijken, komt het eraan, komt het eraan, komt het eraan. Het moet eraan komen, het gaat eraan komen, dames en heren. En daar was hij. Zag je hem? Zag je hem voorbij komen? Zeg nou niet dat je het niet hebt gezien. Het gaat namelijk om de hallway, de gang. Je zag een deur, je zag een stuk gang. En nu is het verhaal, en ik weet het, het kan totaal speculaat zijn, maar ik vind het wel heel erg leuk, um, dat dit mogelijk een verwijzing is naar de legendarische survival horror demo van Kojima PT. Als je niet weet wat PT is, even googelen op YouTube. Uh, of uh, inderdaad op YouTube uh, 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 zoeken naar PT. Het was een, uh, een demo. Uh, die misschien ooit Silent Hill zou gaan worden. Die werkelijk te waar fantastisch was. Het was fucking eng. Het was eigenlijk alleen maar een gang waar je doorheen gaat. Ging, en er gebeurde van alles en nog wat. En that's it. Nou, later hebben ze er nooit meer wat mee, mee gedaan. De demo is weer offline gehad. En dat betekent, als jij de demo nog op je harde schijf hebt dat je die PlayStation op dit moment voor heel veel geld kunt verkopen. Er zijn zoveel mensen die absoluut nog deze PT demo, legendarische demo willen hebben. Nou, dit zou dus mogelijk een verwijzing zijn dat het universum van PT en Silent Hill Townfall met elkaar te maken zouden hebben. I don't know. Het probleem is wat je daarvoor zou moeten weten is of de rechten, de licentierechten van PT bij Konami liggen. In dat geval zou het kunnen. Hij wordt gemaakt uh, door. Uh, even kijken hoor. Door twee developers die dan weer werken voor Anapuna Interactive. Uh, maar Konami uh, he heeft hen dan de, 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 de toestemming gegeven. Of liggen die rechten bij Kojima? En dan denk ik niet dat hij uh, heeft gezegd tegen de nieuwe developers: van hey, ga maar met mijn uh, PT-demo en mijn insteek aan de slag. Ik weet het dus niet. Ik vond het wel leuk, want ik vind het gewoon heel leuk hoe mensen gewoon complete clips van 1 minuut 30 ja, echt tot aan de frame determineren om te zien of er een verwijzing is naar iets. En hé, hey, in het verleden is er al vaak genoeg gebleken dat zo'n verwijzing inderdaad een verwijzing was naar iets groots. Dus wie weet, ik zou het tof vinden, want ik vond PT echt fantastisch en uh, het zou echt perfect passen binnen het Silent Hill. Universum. Goed, um, aan het eind van deze video wil ik dan nog eventjes uh, vertellen uh, dat we aanstaande vrijdag om 4 uur hebben we een stream uh, waarin we de nieuwe merch van GameKings gaan tonen. Dus let even op, aan het eind, uh, of om uh, vrijdag 4 uur, een stream pistolero Sofa. dus we gaan waarschijnlijk ook uh, Call of Duty spelen en Battlefield, gezelligheid. Maar dat is ook het moment dat we onze nieuwe merch gaan lanceren. Kun je hem dan ook kopen? En daarmee zorg je weer dat wij nieuwe content kunnen maken uh, richting 2023. Dus aanstaande vrijdag om 4 uur, let erop. Uh, be there, uh, want het gaat tof worden. En uh, als je die coole gear wil hebben, uh, kopen dan is dat de plek, want je weet het is altijd gelimiteerd. Goed. Aanstaande donderdag weer een nieuw GK-journaal.